Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, president neemt Pools hoogte de Allianz. Ministerie ESOT versterkt KMO's voor internationale groei en exportkansen. Beleidsdocumenten vormen krachtig fundament voor onderwijsvernieuwing. En overheid lanceert database grondzaken om transparantie te bevorderen. Op woensdag 4 september 2024 hebben president Santokki, enkele ministers en de districtscommissaris van Komewijnen zich georiënteerd in Allianz, waar op 20 augustus een deel van de dijk instortte en huizen onder water kwamen te staan. De dijk is inmiddels hersteld door een lokale ondernemer. De president bekeek ook wat nog nodig is om de leefsituatie te verbeteren en Allianz te herstellen. Afgelopen zaterdag. Precies, was het ook mijn eerste keer in Allianz in mijn leven. Dus het was een ware ervaring voor mij ook. En ik ben erg warm ontvangen door de gemeenschap. En dat doet me goed. Want de eerste vraag die we stellen als volksgezondheid, zo'n calamiteit. Zijn er persoonlijke ongevallen geweest? Zijn er mensen die problemen hebben gehad als gevolg van die overstroming met betrekking tot hun gezondheid? En gelukkig was op dat moment de rapportage dat er geen persoonlijke incidenten zich hebben voorgedaan. En dat stemde mij alvast goed. Terwijl we hier waren, uiteraard, als volksgezondheid, zijn er ook andere dingen aan het licht gekomen. En ik ben blij hier, president. U ziet hier broeder Oppie, zo kennen we hem. Van der Kamp, gepensioneerde verpleegkundige, die hier al jaren de diensten verleent aan de samenleving. En ondanks zijn leeftijd nog steeds die verantwoordelijkheid op zich neemt om het dorp te voorzien van die medische dienstverlening. Die ook met mij gesproken heeft en aangegeven heeft wat die uitdagingen zijn voor hem alleen als zorgverlenende in dit gebied. Natuurlijk is hij in contact met de RGD, want u weet dat de rechteroever van Komewijnen er in geen enkel dorp al traditioneel geen arts permanent is. En dat gaan we misschien ook niet kunnen realiseren, maar we moeten eerlijk zijn dat er wel artsen af en toe met een geregeld schema aan de hand van de behoeften van die samenleving moeten de dorpen moeten bezoeken. En het gebeurt wel. Allianz heeft het voorrecht om een verpleegkundige ook hier te hebben die de eerste opvang kan doen, af kan stemmen met de arts op Alkmaar. Maar de boodschap van hem was duidelijk, president, en dat was, organiseert u die zorg wel dat er toch wel naar gelang de mogelijkheden een arts de dorp bezoekt, zodat de personen ook gehoord kunnen worden en onderzocht kunnen worden. En uiteraard, meneer Rockley, u hebt het hier zaterdag ter sprake gebracht, dat u zich zorgen maakt dat er geen boot is, snelboot is of ambulanceboot om mensen die urgent ziek zijn te vervoeren. Ik mag u zeggen, we hebben het besproken met de president. En binnen, ik zal geen termijn noemen, maar ik kan u wel zeggen dat op dit moment één boot vaarklaar gemaakt wordt voor de rechteroever van de Komewijnen rivier. Dus niet alleen Allianz, maar alle gebieden. En dit project, de boot zal worden beheerd door de districtscommissaris en die boot is een specifieke ambulanceboot. Een vraag welke gesteld wordt elke keer. Zagen jullie het niet aankomen, die calamiteit? En ik kan niet zeggen, we zagen het al aankomen.
Het was reeds op tijd gemeld door het bestuur van Allianz hier, door de directeur van Allianz, van er gaat de staat iets te gebeuren. En ik heb toen meteen opdracht gegeven van, check wie in de buurt is, welk aannemer die misschien onmiddellijk een aanvang zou kunnen maken. En dat waren twee mogelijkheden. Ik heb van beide offertes gehad. En ik ben met de goedkopere begonnen, want ik wilde een calamiteit voorkomen. Vandaar dat u zag dat binnen twee dagen na die calamiteit de eerste houten palen hier werden aangevoerd. Die aannemer was al bezig. Hout moest nog uit het binnenland komen. Door klimaatsverandering ook heel wat zaken veranderen in Suriname. Ik ga een voorbeeld geven, want we beseffen nog onvoldoende saai doen aan UNO. In het binnenland gwinti voor pran gronfroktu, napi, ksaba, alle netrasani gronfroktu. If tumsi furu alai tankong en de gronai kondro watra, dat zou opzang aan de gronfroktu disi, die gaan niet meer groeien. Je moet iets anders dan brengen. Je moet die mensen weer trainen om andere gewassen te gaan telen. Ik heb laatst in Nikeri gezegd, als die droogte blijft aanhouden in Nikeri, constant, elk jaar, en je kan geen rijst meer verbouwen, dan moeten we nu al studie maken, wat is iets anders dat we kunnen verbouwen, wat wel kan groeien met droogte. Zodat die gebieden constant in productie blijven. Dus we moeten aanpassen, we moeten onze deskundigen inzetten, we moeten ons onderwijssysteem ook gaan aanpassen om dit allemaal op te lossen duurzaam. Maar voor Konjabaka, dan weet je wat er gebeurt, waarom het voor de eerste keer is dat er een dambreuk ontstaat. En we begrijpen die trauma, we begrijpen die angst. Als regering hebben we direct ingegrepen, een team van ministers samengesteld, om maatregelen te treffen. NCCR is in beeld gekomen, DC is in beeld gekomen. Het eerste wat je moet doen is stoppen. Doorstroom van water, blokkeren water. En daarna dam herstellen. Ook de mensen beschermen. Hulp geven. Er is enorm veel hulp gekomen, nationaal en internationaal. Het is de eerste keer, enkele weken geleden, was Grenada, St. Vincent en de Grenadines. Door orkaan Beryl. Schade. Vernietigd. Ook daar hebben we steun gegeven. Enorm veel steun hebben we als land gegeven. We willen solidair zijn met onze Caribische landen, onze buurlanden. Maar deze LVV, OW, volksgezondheid en de structuren. Laat er inventarisatie komen. Als er schade is, materiële schade. Maar laten we niet alleen kijken naar immateriële schade. Laten we niet alleen kijken naar materiële schade, maar ook de immateriële schade. Mensen die angst hebben, die hun huis beter moeten beschermen nu. Laten we kijken hoe we hun kunnen bijstaan en hulp kunnen geven. Dus laat er een inventarisatie komen, DC en ministers, samen met de mensen, een goede inventarisatie. En kijken waar we die steun kunnen geven. En als die steun moet zijn in de vorm van een kleine compensatie, dan gaan we dat ook doen. Dat hebben we gedaan in het binnenland. Dat hebben we gedaan met de Nigeriaanse boeren. En als het hier moet, gaan we het ook doen hier zo. Maar ik moet wel een goed overzicht hebben. Sana-schade en wat voor vergoeding jullie precies wensen. En als het gerechtvaardigd is, gaan jullie die steun ook krijgen. Het ministerie van ESOT biedt trainingen aan om de productie en export te stimuleren. Trainers worden voorbereid om KMO's te ondersteunen bij internationalisering en toegang tot financiering. Op 4 september 2024 is de training Increasing Internationalization of SMEs in Suriname en Guyana gestart, gefinancierd door de Islamic Development Bank en ondersteund door COMSEC. Nou, dat zijn de small and medium enterprises, oftewel de KMO's, de kleine en middelgrote ondernemingen.
Nou, we hebben een project opgesteld omdat er vaak gesproken wordt over export en export readiness. Maar voordat je export en export readiness bereikt, heb je als bedrijf, als KMO, ook nog wat voorbereidingen die je daarop moet treffen. Hoe ga je internationaal? Waarop moet je letten? Wat is het belang daarvan? Dus in dat kader hebben we een project opgesteld om daarin te faciliteren als ministerie. En zijn daartoe dus gekomen op dit project, het internationaliseren van KMO's. We hebben het project ingediend bij Comsec, waarbij het project is goedgekeurd en gefinancierd is geworden door de Islamic World Bank. En in dat kader hebben we dan ook gekeken naar CV's die de Islamic World Bank en Comsec hebben voorgesteld. En hebben dus consultants, internationale consultants aangetrokken die dan een training zullen verzorgen aan de medewerkers van het ministerie, van Suriname Standaardenbureau, om dan ook de training weer te verzorgen aan de SME's. Dus dit is een train de trainers programma waarbij onze mensen van het ministerie, van het directoraat interne markt, het directoraat ondernemerschap, de training zullen volgen om derhalve dan weer de training te verzorgen aan mensen vanuit het SME, het KMO. I would like to also give a moment of thanks for the Comsec and the Islamic Bank for funding this project. Without them, this project would not have been possible. Nou, het gaat om kader van het ministerie. Waarom ik de introductie in het Engels heb gedaan, is omdat de trainers Engelssprekend zijn. En omdat de mensen die hier aanwezig zijn het wel in het Engels verstaan. Het is internalization, internationalization. En Engels gaat daar een belangrijke rol in spelen. Want als je internationaal wil gaan, buiten Nederland, zal je je producten, je informatie, alles in het Engels moeten vinden. Onze training die wij vanuit het ministerie aan het SME gaan verzorgen zal wel in het Nederlands zijn met de nadruk op het belang van Engels. Maar dat is de reden waarom het vandaag in het Engels is gedaan. My name is Mustafa Deniz. I am participating in this training as a trainer from Turkey. Officially I am working in Small and Medium Enterprises Development Organization of Turkey, which abbreviation is COSGEP. I am an SME expert there. And my department is International Relations Department. So in there, we are just supporting SMEs and we are just focusing on their SME internationalization processes also. And also, we are giving some training programs abroad to other countries which we have memorandum of understandings and which have we have agreements. Also, we have training program sessions with international organizations such as United Nations, such as OECD and African Union. We work with Organization of Islamic Cooperation, Organization of Turkic States, and so on. President Chandrika Persat Santokhi heeft bij de lancering van drie beleidsdocumenten van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MINOWC, het belang van onderwijs voor de toekomst van Suriname benadrukt. Tijdens de lancering op donderdag 5 september in het Senatiegebouw waren ook minister Henry Ory, parlementariër Cheryl Dijksteel, vertegenwoordigers van verschillende onderwijsbonden, Javier Cordoba van UNICEF Suriname aanwezig. Van onderwijs is het onze taak om de regering, in dit geval het ministerie van Onderwijs, om die kritisch te begeleiden. En het launchen van deze drie documenten is een mooie mijlpaal waarin eigenlijk met een stukje participatie je ziet dat die vernieuwing van het onderwijs, die hervorming van onderwijs, dat daar richting aan wordt gegeven. Toch dat mensen inzage hebben hoe die richting wordt gegeven. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, omdat we de afgelopen tijd
noodzakelijke hervormingen hebben gezien in ons onderwijs, maar dat daar eigenlijk niet zoveel begrip voor was. Nu met deze documenten, er is voorwerk gedaan, er is een onderwijscongres geweest, mensen hebben gediscussieerd, heeft iedereen richtingwijzer, die kan iedereen inzien van hey, waar gaat het ministerie naartoe, waarmee is het ministerie bezig. Dus ik denk dat de launch van deze drie documenten ontzettend belangrijk is. Deze drie documenten die moeten inzicht geven in welke richting die vernieuwing van het onderwijs, in welke richting het gaat. Ontzettend belangrijk voor alle betrokkenen. En dat geeft blijk van willingness van participatie van het ministerie. Toch? Dat stakeholders betrokken worden, dat iedereen zijn input kan geven, dat iedereen commentaar kan geven, feedback kan geven, zodat we het beter kunnen doen. Ik heb van bijna alle scholen heb ik vertegenwoordigers gezien, alle niveaus. Ik heb de universiteit gezien, ik heb IOL gezien, ik heb bijvoorbeeld FIBOS gezien. Ik heb bijna alle vakbonden gezien, die zijn ook geweest, hebben ook een speech gehouden. Dus ik denk dat er een optimale participatie heeft plaatsgevonden. We zijn als vaste commissie van onderwijs, juichen we toe, sowieso dat er beleidsdocumenten zijn. Nogmaals, het is belangrijk dat mensen inzicht hebben in wat het beleid is van het ministerie, een stukje transparantie, waarvoor deze regering ook staat. En daarnaast hebben we gehoord dat er drie wetten volgen. En dat is uitgerekende taak voor de Nationale Assemblée om die wetten te gaan bestuderen, voorbereiden en in het openbaar te brengen om een betere wettelijke basis voor met name ons basisonderwijs te geven. Want veel mensen denken dat er geen wetgeving is, maar we hebben een onderwijswet van 1960. Dus met de aanbieding van die drie nieuwe wetten, zal er een bredere basis gegeven worden, wettelijke basis voor ons onderwijs. En dat juichen we toe. Ik geef mijn ondersteuning eraan. Ik zeg altijd, we begeleiden die regering kritisch. Maar we begeleiden. Sowieso moet je positief zijn. Je gaat niet van meet af aan zeggen dat iets niet werkt. En daarom heb ik ook in mijn betoog gezegd dat we met liefde en respect het lied van onderwijs moeten zingen. In koor, gezamenlijk. Zodat we gezamenlijk tot beter onderwijs komen. Het is niet alleen maar een taak van het ministerie. Het is niet alleen maar een taak van bijvoorbeeld een leerkracht of een docent. Het is een gezamenlijke taak, een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben. En die moeten we bereid zijn te dragen, ja. De regering heeft een nieuwe database voor grondzaken gelanceerd met als doel de digitalisering en transparantie rondom deze kwesties te bevorderen. De ceremonie vond op donderdag 5 september plaats op het kabinet van de president. De introductie van de database biedt moderne oplossingen voor een efficiënter beheer van grondgegevens. Kijk, het belang van dit database is ordening, transparantie en inhalen van achterstanden. Je weet wat zoveel, de president heeft net ook gezegd, elke bespreking die je houdt, 80% zijn grondproblemen. Dus daardoor hebben we, ik ben pas benoemd als directeur daar en vanaf ik daar ben aangekomen als directeur, heb ik heel wat zaken veranderd. We zijn nog bezig, er moet heel wat nog gedaan worden. Dus de president heeft gezegd, voor 31 december moeten alle grondproblemen opgelost zijn. We zijn al bezig. Ik heb al een beetje rust gebracht in de samenleving. Maar met dit systeem kunnen we makkelijk werken. Het bewijs is grondconversieunit. We hebben nu al net ook bekendgemaakt dat er 5.300 beschikkingen zijn uitgereikt binnen enkele maanden. En hetzelfde model gebruiken we hier ook. Dus bepaalde zaken, bepaalde aanvragen gaat automatisch uitgeprint kunnen worden uit het systeem. Omdat het systeem zelf zal verwerken. Elke burger gaat van huis uit uploaden, stukken die als ze op een systeem gaan, grondzaken en daarin heb je dan grondzaken kabinet-president, database grondzaken kabinet-president. Als ze daarop klikken dan zijn er een aantal categorieën, nieuw aanvragen, overdrachttoestemmingen, verlenging grondhuur,
omzetting. Al die gevallen, wat jouw probleem is, kan je daarop inloggen. En dan wordt er documenten aangevraagd, wat je moet uploaden. En dan wordt upload, als het upload is, dan krijg je een registratienummer. En daarmee kan je verder van huis uit volgen, hoe ver jouw aanvraag is. Mensen, die burgers die niet zelf kunnen uploaden, gaan we alle DC-kantoren, hebben we al gesproken, dat ze ook ambtenaren krijgen, eigenlijk personeel krijgen en apparatuur, om de burgers te assisteren als ze niet zelf kunnen. En LVV-hoofdkantoor gaat ook een unit krijgen. Van GBB uit gaan wij niet uploaden, wij gaan verwerken. Dat back-office gaat alles moeten verwerken, want daar gaat het beginnen. Als die burgers upload hebben, moeten wij antwoord kunnen geven. Dat is ook een van de problemen waarom we niet eerder hebben upgeload. Apparatuur had ik niet, personeel had ik niet, nu heb ik ze al. Daarom heb ik gezegd, als we dit launchen, moeten we burgers niet voor een andere keer weer voor de gek houden. Burgers moeten antwoord kunnen krijgen. Daarom hebben we vandaag gelaunched, omdat we zover zijn. Ik wil de burgers die te maken hebben met grondproblemen, alle burgers wil ik vragen om gebruik te maken van dit systeem. Nieuwe aanvragen kan nog niet. Het kan wel in het systeem gegooid worden, maar er zijn bepaalde, we zijn in een coalitie, er zijn bepaalde bezwaren nog daarover. Maar ik wil de burgers vragen, iedereen die een aanvraag indient bij domeinen, dat hij dezelfde dag direct moet uploaden in dit systeem. Ook morgen of een maand direct uploaden, dan kunnen we dat beschermen. En belangrijk zijn ook alle burgers die stukken reeds hebben ingediend, een jaar terug, 2 jaren terug, 10 jaren terug, alles uploaden. Want het grootste probleem is dat we stukken voor 2018, die stukken zijn nergens te vinden. Belangrijk is, daarvoor hebben we eigenlijk dit systeem gekozen, dat die burgers hun stukken kunnen uploaden. Want steeds worden er kopieën gevraagd en burgers zijn moe met kopieën. Met dit systeem gaan we alles digitaliseren. Als het eenmaal in het systeem is, is het makkelijk om af te handelen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.